Na jarenlang aandringen vanuit de politiek hebben het Nationaal Jenevenmuseum en het Stedelijk Museum Schiedam aangegeven bereidheid te hebben daadwerkelijk de handen ineen te slaan. Vorige week hebben de Raad van Toezicht van het Stedelijk en het bestuur van het Jenevenmuseum besloten om gezamenlijk te laten onderzoeken op welke wijze de samenwerking vormgegeven kan worden. De musea zeggen dat in het onderzoek gekeken wordt naar management en bedrijfsvoering, maar dat ook de inhoudelijke kant aan bod komt. Pascal Vizé, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum, zegt dat bekeken wordt of de historische collectie, die in beheer is bij het Stedelijk, ondergebracht kan worden bij het Jenevenmuseum.